Oppositieleden in de Nationale Assemblée zeggen dat de regering tekst en uitleg moet geven over haar plannen om aandelen van de staat in bedrijven te verkopen. Uit informatie welke de regering naar het parlement heeft gestuurd, blijkt dat deze voornemens is om tot de verkoop van aandelen over te gaan. ABO-parlementariërs Marinus B. verwacht een gedegen plan van de regering. De verkoop van aandelen in verlieslatende bedrijven is voor hem geen probleem, maar in winstgevende bedrijven moet de regering een en ander komen uitleggen. En nu zijn we verrast met dat gedeelte van de aandelen. In het verleden had men gesproken over het verkopen van het staatseigendommen. En nu heeft men gezegd, oké, we gaan aandelen verkopen van een aantal bedrijven waarin de regering participeert. Nou, dan komt er een zekere aantal vragen. En die vragen zijn in ieder geval, is er een gedetailleerd plan uitgewerkt? Of is de regering nu gefocust op snelle money making? Ja? En als het daarom gaat, dan zijn we zeer bezorgd, omdat je geen aandelen van de hand kan doen zonder dat je een serieuze onderbouwing hebt. Wat gaat met dat geld gebeuren? Hoe zit het met een stukje transparantie? Wie zijn de mensen die in aanmerking kunnen komen? Of zijn het de vrienden die wederom geaccommodeerd moeten worden? Begrijp je? Dus die vragen zullen zeker komen. Want je kan maar één keer verkopen. Ja, want wij zeggen, als u zegt, u verkoopt aandelen van staatsbedrijven die verlieslatend zijn, dan zeg ik, oké, ja, misschien kan andere eigenaren dat anders inrichten en besturen, zodat ze winstgevend worden. Maar zelf aandelen van bedrijven die goed boeren. Dus er zal zeker discussie komen.